Goedenavond, dames en heren vanuit Rotterdam. En hier is hij weer, uw gastheer Gert Berre. Dankjewel. Goedenavond, dit is Berg vanuit de Danssalon in Rotterdam. Wat hebben wij vanavond voor u? Wilke Durand van Medisch Centrum West, Leonie Sagias van de Tros, zanger René Schumann en discjockey Jeroen van Inkel zijn idolen en ze hebben dus fans die hen het leven soms knap lastig maken. Terwijl het rommelt in Suriname en Daisy Boutersen weer dreigende taal spreekt, is de leider van het junglecommando Ronnie Brunswijk bij ons. De evangeliste Jenny Gouret zegt dat aids een straf van God aan de homoseksuelen is. Ze zit tegenover Robert Long. Een discussie. Het is tijd voor onze nationale competitie om de Karaoke Cup. Meezingen met je favoriete lied dat je kunt kiezen uit een repertoire van maar liefst 1000 titels. Je hoort alleen de muziek van het nummer, niet de tekst, met op de achtergrond een passende videoclip. Bekende Nederlanders, in dit geval Wilke Durand, Jeroen van Inkel en René Schumann, doen nu een gooi naar grote roem in de karaoke-competitie. Het applaus van het publiek hier in de danssalon is bepalend voor het aantal punten. En dat zijn er maximaal 120, gemeten door de applausmeter. Zij kozen een beetje verliefd van André Hazes. In een discotheek, langer, zat ik van de week. En ik voelde mij daar zo alleen. Jongen, jongen, jongen. Ik was de warm en druk. Ik zat naast een lege kruk. Ik verlangde zo naar jou, hier aan mijn zij. Ja, ik denk nog steeds. Voor de slecht, je naast me zat, hier aan de bar. Ik vroeg, drink je mee? En jij? Dat vond ik oké. Okay. Toen je bronste naar me keek, werd ik zo wees. Een beetje. Ik sta aan en hij sprak. Haal de plaats hier even vrij. Goed, schatje. Ik moet even weg, maar ben zo terug. En toen? Nou, die kruk bleef leeg. 3 weken bleef die leeg. Tot ik in de gaten keek. Het heeft al jaren geduurd. Dat je wegging zonder mij. Ik was weer alleen. Een beetje. Kind zal ik de dromen een beetje
Jeroen, word jij nog wel eens een beetje verliefd? De laatste tijd heel erg zelfs. Maar wie? Hoe gaan we dat oplossen dan? Ik weet het niet, jullie kunnen vechten om mij. Maar ik heb het goed gezien, hij komt niet hoger dan het ena... Ja, nee, dat laatste lampje ging echt niet branden. Ik kijk naar de zaal, ik kijk naar Jacques Lancona ergens achterin. Ja, jongens, 110 punten gelijk, ex-eco met Harry Mens. Maar wel op de nummer 1 plaats. All right. Ja!